We krijgen de laatste tijd berichten van bezorgde mensen die op Facebook gezien hebben dat er dode herten in de Duin liggen. Ja, dat is natuurlijk niet altijd het leukste gezicht, maar ja, het hoort bij de natuur. En gelukkig hebben we ook nog heel veel gezonde herten in de Duin. Kijk, hier hebben we nou zo'n omgevallen damhert. Je ziet, hij is brood en broodmager. We hebben dat gewei eraf gezaagd. Dat is om te voorkomen dat mensen de kop en het gewei meenemen. En ja, het is de bedoeling dat vossen en kraaien en heksers hem opeten. Je ziet, de natuur heeft al zijn werk gedaan hier. Over een paar dagen dan is hier niks meer van te zien. Ja, het is natuurlijk wel zo, als we zien dat de beesten echt pijn hebben, dan verlossen wij ze wel uit hun lijden. Nou, dit is het hek wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn van de extra sterfte van de damherten dit jaar. Dit hebben we neergezet voor de verkeersveiligheid. Je ziet vanuit de duin kan je zo de weilanden oplopen en daarna de autoweg op. Door dit hek te plaatsen is dat niet meer mogelijk. De herten die hadden toch wel een beetje voor de gewoonte om op die weilanden te gaan eten. Ja, dat kan nou niet meer en je ziet aan deze kant van het hek is weinig te eten. Maar ja, op een of andere onverklaarbare wijze blijven de herten gewoon langs het hek lopen om te kijken of er niet ergens een gaatje in zit.